de heel concrete kans om via Erasmus Plus en Europa nu in te stappen in Play Green was dus het invullen van een langlevende ambitie. Enerzijds de ambitie om rond groene insteek te kunnen werken, anderzijds die landsgrenzen te kunnen overstijgen. Toch nog een derde aspect toevoegen. Het gaf ook aan onze federatiejonkies de kans om via participatie aan deze activiteit eigenlijk te groeien in hun ontwikkeling. De ambities bleken in coronatijden, we kunnen daar niet langs, niet vanzelfsprekend te realiseren. Toch zijn we blij met onze deelname, hebben we heel wat opgestoken. En was er ook zoveel goesting dat we in zeg maar, het beleidsplan voor de Olympiade 21-24 deelnemen aan Europese projecten ook als een vanzelfsprekendheid beogen. Persoonlijk ben ik op de achtergrond gebleven in het dossier, maar het mag toch wel gezegd dat elk van de vele contactmails ik vanuit supporterstandpunt heb meegelezen. Tussentijds tracht ik nog wel hier en daar een juist duwtje te geven, ook weer als er ja, door corona soms wel een fout gevoel kwam opduiken. We zijn blij dat meerdere medewerkers binnen Voetbal Vlaanderen door de deelname bijgeleerd hebben, dat we nieuwe groene voetbalambities hebben en dat we, denken we, verder zullen groeien vanuit deze samenwerking. Concrete dingen zal Nant u straks uitleggen. Ik zou willen eindigen met te zeggen van een dankjewel aan allen die Play Green hebben geïnspireerd, hebben ondersteund, hebben uitgewerkt. Ook een dank u aan, zeg maar, zoals juist al gezegd, Christina Bayet van EcoServeis. Ook dank aan de Europese Commissie om dit financieel mogelijk te maken. En wie weet kunnen we na het beëindigen van het project, want ik denk dat een dergelijk project nooit kan en klaar, nooit definitief af is, wel nog eens in levende lijven afstemmen. Zelf, persoonlijk, ben ik aan mijn laatste federatiesprintje toe. Eind oktober ga ik op pensioen. Maar ik kan u zeggen dat ik toch wel zal proberen met een jong en met een groen voetbalhart Europees te blijven denken en handelen. Ik denk dat we ja, als oldtimer wel ervaren hebben dat Europa en groen denken ook in voetbal absoluut nodig zijn naar de toekomst. Ik geef het woord terug aan Nant die verder de boel zal komen. Dank u wel. Dank u wel, Penny, voor die mooie woorden. Een heel mooie inleiding. Perfect daarop aansluitend. I would love to give the word to Christina from EcoServe, our lead partner. It wasn't a very easy project in this COVID times, but EcoServe and the other partners did their very best. So I think, Christina, you can take the word and share your screen now with your presentation. Thank you very much. The same, it was a pleasure working with you. It wasn't the best times to do this, but it was great. So I hope my English is okay enough for everyone. You can always ask me questions. I'm trying to share my screen right now. I don't know if you can see it. Can you tell me if you can see it? I think it's come. Yes, we can see it now, but it's not in a presentation mode. Yeah, I'm gonna do it in the presentation now. Perfect. Yeah, that's about it. Thank you very much. So thanks for inviting me. As I said, it was a pleasure. And well, I'm Christina from EcoServeis. We are the lead partner of this project, Play Green. I'm gonna first tell you a little bit about the project and then the outputs that we made, that they are available for everyone, especially sports clubs. And we created it together with
with the different consortium organizations, of course, including the great partner, Volleyball van Veren. I don't pronounce it very well, but the Flemish FA. So let me tell you specifically what PlayGreen is first. So PlayGreen is a method. It was a method that helps sports organizations create a sustainable sport event by training a team of young volunteers. We call it the Green Team in the project. And this Green Team analyzes the potential impact of a specific sport event and creates a green sport event. For other people, so other members, other young people, to engage in playing sports in an event or a tournament that promotes sustainability. Now, that's the theory, and then in practice, we will see that this applies different ways in different cases. And of course, sometimes you plan, and with COVID, you need to reschedule. But this was the framework, and the method consists in four stages, as you can see. So we first engage the team of volunteers. Then we provide tools by mentoring this team. Then they develop, with these tools, they develop the event. And then there's the part of the analysis and lessons learned. There are two main resources to do that, the green tool and the mentoring tool. But we're going to see a little bit more about this now. So these are the consortium organizations, and this is a scheme of how it works. As I said, there's each federation trains and gives resources to the Green Team, and they plan an event, a football event, for the Green players, Green participant volunteers or Green players. With all this, we created what we call, and it's called under Erasmus Plus projects, the three intellectual outputs. The first one is a guide on environmental volunteering in sports. The second one is linked to the first one because they are the pedagogical material, so all the knowledge to give to this Green Team. And the third one is a study, and I'm going to give you some details about this study and what we found. Then after this is done, we do the final event, which is today. Today is one of the events that we're doing to present the results and the methodology that we used. This is one of the outputs, it's the guideline. You will be able to download it. We're finalizing it now and we have the English version, but it's also gonna be in Flemish. Basically in this guideline, what we did is provide content for organizations that want to do PlayGreen. So as I mentioned, PlayGreen is a method. So the idea is that other sports organizations, no matter if it's football, basketball, other sports organizations can implement it. So we provide some context first, then we provide content on the method. We explain the method. Goals, a roadmap, how to engage the volunteers, the mentoring, implementing an evaluation, and then dissemination strategy, the project sustainability, because of course we realized we had lots of lessons learned throughout the project, and the economical part and the human resources part are key if we want a sustainable project, not only environmentally, we're talking of course, but economically and human, in a human way. Then we explain the implementation in practice. So we give examples of the organizations that were part of the project. And of course, lessons learned. The second one, you can download it in Flemish. And you have the link here where you can have the Spanish version if you speak Spanish. The Flemish and the English version as well. And Nant also told me that you will find it on the Volleyball van Veren. Don't laugh too much about my accent pronouncing this. Your website. So as I mentioned, the pedagogical materials are linked to the guideline. And basically here we give all the resources
to give to volunteers to plan the event. So as I said, we mentored these volunteers, this green team, and here are the resources to give to them. This is an online version, and basically it's based on four stages, as I mentioned before. First, we evaluate a current event. So imagine that there's an event that you do every Saturday at the grassroots level. So the idea is to evaluate how the environmental impact is currently in a normal event. Then there's the analysis part. Then the analysis allows to select some green activities to be done to make the future event more sustainable and more green. Therefore, having set the green activities, you plan how to do them, and then you implement it. You do the sport event. Here is a screenshot of the guideline where you can find the stages, analysis, planning, implementation, and evaluation. And you can see that every part has a knowledge part and a practice part. The idea is that you provide these volunteers with some knowledge, as I said, so environmental impact of sport events, ideas on sustainability, how the sports and football really impact climate change, with the contribution to climate change. Why is this important? So this is all knowledge. And then practice is a way, is a tool, I'm going to explain it a little bit after, a tool to be able to analyze the impacts, the current impacts. And this is for every single stage. As I mentioned, this can be found in the pedagogical materials in the output. This, I know you see lots of graphs, but here, basically, that's the main tool that we used throughout the project to analyze and plan the event. So the idea is that I have another, I have it here, so I put it to, so I could share it. You can see that there's analysis, and basically you can say, okay, I have in our events, on Saturday events, there's food stands, and actually there's drink and there's natural water, but well, there's also soft drinks. Or we can say, okay, there's food and there's meat. So there's not many vegetarian servings. There are 200 servings more or less. So here it calculates the CO2, the kilogram CO2 emitted. And in the end, when you put all the impacts, so all the yeah, impacts, it can give you an approximation of the footprint. This can allow you to analyze where you have to put more effort. So in this case, we can see that food is a big impact. And therefore, when we go to number two, we can see, okay, we could put here the environmental impact is that there is a lot of impact on, well, we would say there's a lot of impact on food because of the meat consumption. And then you can plan different solutions. Now, after you plan the solutions, you give them a point. You say how relevant it can be and how, and do you have the resources to do it? And based on the points on feasibility and importance, in the planning stage, it selects the six more important activities to do. Then these six activities are the ones that are going to be implemented. Since I don't have much time and I don't want to run over other sections, I just want to say that after you have planned, you do the evaluation
and you plan again. So you can have access to this tool and download it, and it can be used to plan. It's thought to be a grassroots tool, so it's amateur. We are developing another one for clubs under another project called Green Coach. And this is going to be online as a proper environmental footprint for sports clubs. If you're interested about this one or other ones, I'm going to leave my contact after as well. So for the implementation, we also thought and we talked that it's very important to communicate. So we set also some tools to plan the communication and do a communication campaign. And finally, to evaluate, we created also some resources. And it was very interesting with Nan. We were talking that it's very important to make this not a competition per se, but also a self-assessment and a peer-to-peer assessment. So I really like this approach that we talked with Nan. And basically what we did in this case is to evaluate the green activities done based on as I said, a self-assessment, a peer-to-peer assessment, so one club to the other, and then based on the score of the green tool, post on social media and videos on YouTube, the final videos that we are creating. Finally, we have the third output, and this is a study that we've done to answer two research questions. The first research question is, climate change and environmental protection can be a driver to engage young people into doing sports. And the second one is, can grassroots green events help tackle climate change and protect the environment? Now, for the first one, we did some surveys and some semi-structured interviews to experts. The experts were 10 from different from different sports. So we wanted to be inclusive and to the diversity of the sports we were asking questions. And regarding the surveys, what we did is do two types of surveys, one to the green team and one to the participants and staff and fans at the beginning. So we had an idea, a baseline. So we had a baseline idea on their interests. And then we created another survey that we did before the events and after the events to see how responders change according to, we checked how, if they played more sports in afterwards and if they had more knowledge about climate change. Now, the main findings, I know I'm short on time. The main findings are play green influenced the involvement and participation. Well, like 60% of respondents said yes and 40 no. So that it has the potential. The other finding is that the green team self-perceived knowledge on climate change. So here you have two graphs. The first one, it's the green team's self-perceived knowledge before playing the sports events and after playing the sports events. So we can see that there's more knowledge after participating in Play Green. And the same is true for the participants, staff of the football club, and sports fans, where before the event they had less knowledge and after the event more knowledge. Of course, that may be obvious, but it's good we did it based on the surveys. So to answer this question, and taking into account also the interviews, we found that climate change arguably is a driver to engage young people into doing sports, and in five potential ways, because it provides a safe space for a new target group of people. So one person that we interviewed, it said, okay, people sometimes see sports, especially females,
see sports as violent or too competitive, and they learn about football at the playground, which it's mostly male oriented. That's what one of the interviewees said. So since lots of females or more females engage into sustainability and climate change related volunteering, we can drive these volunteers to create a safe space, a new overview on what the sports is. It doesn't have to be aggressive or competitive, it's also kind, and we can learn from each other. Provides fun, so it can be a fun place. Sustainability and sports go hand by hand. There was another interviewee that said, if you create green spaces, people are gonna be more appealing it will be more appealing to go running. If you create cycle lanes, people are gonna engage more into going cycling. Sport is considered to be dependent on a healthy environment. And then, well, finally, by increasing sustainability in the sports clubs, because if a sports club is more sustainable, it would attract people who care about sustainability because it will appeal to their values. And then for research question two, can grassroots green events help tackle climate change and protect the environment? We also found five. So we found very interestingly that knowledge goes from, we developed this theory where knowledge goes from bottom to top, I would say. So the direct group, the green team, had more knowledge. And of course, the indirect groups, which were the participants and the sports clubs, and then the fans were the ones that acquiring knowledge, but in a less. So also some respondents said that individual people engage at the grassroots level through their connections and actions in the club. So they provide advocacy for change. Another way that grassroots can influence is establishing permanent systems in the organization that enhance sustainability. So sustainable governance is very important. I really like this quote from the fourth point that says, the game or the match itself is a very small part. If it is the catering, food services, the transportation, the campaign and promotional gifts that need to be more environmentally friendly and sustainable. So it's the procurement, everything is around it. So grassroots events can influence to sustainability by choosing what procurement we use. And finally, through famous sports people, there's a lot of potential. So I don't know if I run out of time, but we would like to invite you to, well, of course, contact me. This is the Playgreen team at EcoSurveys, and you can drop me a line. I can share this presentation with you, and we are creating now a network on LinkedIn, and here are the social media. So thank you so much. I don't know if there are questions, and thank you, Nand. Thank you very much, Christina, for this detailed approach. Thank you so much. I think we'll take the questions at the end. I don't see them right now. I don't see some questions in the chat, neither I see hands. So I'm going to share my screen again, and then we continue in Dutch. Dus normaal gezien, als alles terug werkt, zouden jullie opnieuw de slides moeten zien. Ik ga eventjes terug doorgaan. Maar ja, we hebben nu eigenlijk een theoretische uitleg gehad over het project. Nu wil ik graag stilstaan bij wat er dan concreet in Vlaanderen gebeurd is tijdens deze periode van het project. Nu, de partners zijn al opgestomd. Dus Christina van EcoSurvey was de lead partner. En dan zijn er eigenlijk testcases gebeurd in vier voetbalfederaties. En dan nog één organisatie die mee heeft geholpen rond het recruteren van vrijwilligers.
Nu, wat hebben we met Voetbal Vlaanderen gedaan? Internationale projectmeetings. We hebben communicatiecampagnes opgezet om eigenlijk leden van een green team te vinden. Dus wat was eigenlijk de bedoeling? We kregen een methodologie aangereikt. Wij gingen vrijwilligers zoeken. En met die vrijwilligers gingen we evenementen op zo'n duurzame manier mogelijk gaan organiseren. Dat was eigenlijk de bedoeling van het project. En daarvoor hebben we die Excel ontwikkeld, die Christina daarnet heeft laten zien. Ik zal er straks nog iets meer over zetten, want dat is misschien wel een heel handige tool die jullie in jullie club of in de sportfederatie kunnen gebruiken om de impact te meten van bepaalde evenementen die je doet en welke acties dat je kan doen om die impact te verminderen. Dus dat is die groene acties, die kan je in die Excel heel handig meten richting CO2-uitstoot en dan zo gaan bepalen hoe dat je evenement zo duurzaam mogelijk kan organiseren. Wat hebben wij gedaan met Voetbal Vlaanderen? Wij gingen samen met de Keizer Karel Cup, eigenlijk een groot mini-voetbaltoernooi in Gent, gingen wij eigenlijk kijken naar hoe verliep hun organisatie. En dan hebben we eigenlijk samen gezeten om te kijken, hoe kunnen we dit verduurzamen aan de hand van die Excel. Dat ging allemaal zeer goed, maar dan was er natuurlijk COVID en het verbod op dergelijke evenementen, waardoor dat dus niet kunnen doorgaan. En we dus ook niet hebben kunnen meten of dat het nu duurzamer was of niet duurzamer, want het evenement is niet doorgegaan. Maar we gaven niet op. Dan in november, ik denk zelfs op 11 november op Wapenstilstand, gingen we normaal een foodfestival organiseren, dan specifiek voor meisjes. En dit gingen we ook zo duurzaam mogelijk doen. Maar, zoals jullie weten, kwam daar ook dan weer het verbod daarop. Dus de twee evenementen die we gepland hadden, die zijn door COVID helaas niet kunnen doorgaan. Maar dat wil niet zeggen dat we geen resultaten hebben kunnen boeken. Die Excel is opgemaakt waarmee je kan meten. Die gids is gemaakt om het eigenlijk zo klimaatvriendelijk te gaan organiseren. En er is heel veel expertise op gedaan, niet alleen binnen Voetbal Vlaanderen, maar ook buiten Voetbal Vlaanderen in ons netwerk, zoals dat we dat vandaag ook met jullie delen. En een aantal voorbeelden van onze communicatiecampagne laat ik hier zien om eigenlijk vrijwilligers te gaan recruteren. Join the Green Team. Zo zijn we eigenlijk aan de slag gegaan om mensen te vinden. En we hebben daar een aantal zeer vruchtbare vergaderingen gehad met die jonge vrijwilligers. Dit is een fotootje. Waarom heb ik het erbij gezet? Zoals jullie kunnen zien was het foodfestival dat gepland stond op 11 november. Gingen daar twee Red Flames aanwezig zijn. Uit het onderzoek bleek dat het hebben van voorbeeldfiguren, bijvoorbeeld Tine de Kenny en Leni Onzia van de Red Flames, dat die, als zij mee aan die duurzame kar trekken, dat dat ook een grote impact ging hebben op die jongeren dat daar aanwezig waren. Maar zoals jullie zien op de rechtse afbeelding, is dat spijtig genoeg niet kunnen doorgaan. Die Excel, die ziet er misschien complex uit als je die de eerste keer ziet, dat begrijp ik, maar eigenlijk is die niet zo moeilijk. Er is daar ook een filmpje gemaakt en deze presentatie komt ook online met alle informatie die beschikbaar is, waar dat je eigenlijk uitgelegd wordt stap per stap hoe je die Excel kan gebruiken. Wat gaan wij nu doen na dit project met Voetbal Vlaanderen? Enerzijds gaan wij verder werken aan een gids voor duurzame voetbalclubs met concrete tips. Dit is ook opgenomen in ons beleidsplan 2021-2024, waar de secretaris-generaal er net al naar verwees. Daarnaast gaat Voetbal Vlaanderen meestappen, mee een pad uitkiezen van de Green Deal. Dus de Vlaamse overheid werkt aan verschillende Green Deals en er is er eentje rond sportterreinen. Voetbal Vlaanderen gaat daar ook mee proberen aan de kaart te trekken, omdat er toch wel een heel groot oppervlakte van onze sportterreinen in Vlaanderen voetbalterreinen zijn. En daarnaast willen we ook ons Europees netwerk blijven onderhouden om te blijven bijleren. Dit was een beetje wat een theoretisch kader, wat wij concreet hebben gedaan. Maar dan wil ik nu eigenlijk graag het woord geven aan Cathy Michielsen van voetbalclub The Green Puffins. Want zij zijn eigenlijk een mooi voorbeeld van wat een club op een concreet niveau kan doen om eigenlijk hun evenementen, hun werking zo duurzaam mogelijk te maken. Dus Cathy, geef me maar een seintje als ik naar de volgende slide kan gaan en dan doe ik dat voor u met plezier. Okay. Dank u wel, Nant, voor de inleiding. Je mocht al ineens naar de volgende slide gaan. Zoals gezegd, ik ben een van de oprichters van de zaalvoetbalclub The Green Puffins, de Groene Papegaaiduikers. Wij zijn in 2012 gestart. Wij waren met vier voetbaldames
die dat jaar per toeval naar IJsland en Schotland waren geweest, daar allemaal de papegaaiduikers hebben gezien, de veelkleurige zeevogels en daar een beetje verliefd op waren geworden. En vandaar onze keuze voor puffins en de green puffins specifiek, omdat we eigenlijk allemaal inzitten met het leefmilieu en vandaar onze club, onze zaalvoetbalploeg, de green puffins hebben genoemd. En we hebben ons vanaf de beginfase tot doel gesteld om zelf duurzaamheid zoveel mogelijk te integreren in de werking van onze zaalvoetbalploeg en ook te proberen andere clubs daartoe aan te zetten. Ondertussen, zoveel jaar later, zijn wij eigenlijk opgesplitst in twee delen. Enerzijds ons zaalvoetbalploegje met een 15-tal leden. En anderzijds organiseren wij ook sportkampen, voetbalkampen, omnisportkampen, kleuterkampen. Dat is het tweede deelluik eigenlijk. Nu, onze zaalvoetbalploeg zelf, we zijn een kleine ploeg. We hebben een 15-tal leden. Maar desondanks kun je als kleine club eigenlijk ook wel heel wat doen om je impact op het leefmilieu te beperken. Een kort overzicht van de dingen die dat wij doen. We hebben het Charter Ecosportief ondertekend. Dat is een campagne opgestart door ISB, Ecolife en Bos Plus. En door de ondertekening van dat charter geef je eigenlijk aan om dat je in je clubwerking inzet op afvalbeperking, op water, zuinig om te gaan met water, om in te zetten op duurzame mobiliteit, om als je een event organiseert, om dat zo groen mogelijk te doen. Dus eigenlijk zijn dat heel algemene zaken waarmee dat je aangeeft van dat je daaraan wilt meewerken aan een beter leefmilieu. Dus het was vanzelfsprekend dat we dat ondertekenden. Concreet in de praktijk, eigenlijk zijn de meeste acties heel makkelijk voor veel voetbalclubs te integreren. Wij spelen zelf al vanaf het begin met een fair trade zaalvoetbal. Dat lijkt iets klein, dat kost een club eigenlijk ook niet meer, maar is wel belangrijk. Voetballen, leren voetballen, worden voor 70-80% gemaakt in Pakistan. Dat wordt in de meeste gevallen wordt dat gemaakt door kinderhanden of vrouwen die daar onderbetaald worden. Vandaar dat wij het wel belangrijk vinden om specifiek te kiezen op zoek te gaan naar een voetbal met erkend fair trade label. In ons geval hebben we gekozen voor het Max Havelaar label. Daarmee geven we een duidelijk signaal ook naar andere clubs van die ballen zijn even goed. Zijn niet duurder. De mensen zijn gewoon, de meeste voetbalclubs zijn gewoon van met een Select, een Adidas, een Nike te spelen. Terwijl we hebben denk ik nog één keer onze bal al moeten vervangen. Dus kwaliteitsvol zijn deze ballen ook. Nu, we merken wel dat het aankopen daarvan niet altijd zo eenvoudig is. Het aanbod is er nog eerder beperkt in. Maar ook daar spelen clubs een belangrijke rol. Om ter meer dat er gevraagd wordt naar die ballen. Om er meer aanbod dat er gaat zijn. Dat is vraag en aanbod hebben effect op elkaar. Dus vanaf dat er meer clubs dat gaan vragen, gaat het ook makkelijker fair trade voetballen vinden. Het tweede, het gebruik van drinkflessen met kraantjeswater tijdens het sporten. Ook geen meer kost opnieuw voor een club. En sinds 1 januari 2020 merken we dat dat ook veel meer ingeburgerd is bij verschillende clubs. Sinds dan is het verbod op wegwerp drankverpakkingen in sportcafetaria in voege getreden. Wij geven elk nieuw lid een drinkenbus, maar tegenwoordig heeft iedereen er al in zijn kast staan. Op accommodaties voor ons, wat we ook wel meer en meer merken, is dat er ingezet wordt op drinkwaterkraantjes, de installatie van drinkwaterkraantjes. Wat dat toch voor een sporter iets hygiënischer maakt om zijn drinkfles te vullen. Wat dat vroeger nog dikwijls in het toiletten op een klein kraantje moest gebeuren. Zijn dat wel eenvoudige investeringen voor club sportaccommodaties om daarin te investeren. Groene hosting van een webpagina. Op zich niet iets waar dat je direct aan denkt, maar ICT heeft een groot energieverbruik in zijn datacenters. ICT verbruikt gewoon veel energie. Dus door specifiek op zoek te gaan naar een groene host die daar gebruik maakt van hernieuwbare energie, geef je ook aan als organisatie van wij vinden dat belangrijk.
Je hebt de website The Green Web Foundation. Als je op de link klikt op de afbeelding onderaan deze pagina, daar kun je gaan nakijken of je organisatie effectief, of dat je bij een groene host zit of niet. Dus als wij daar nu, ik heb nu de Green Puffins ingevuld bij de screenshot, maar je zou dat bijvoorbeeld voor Voetbal Vlaanderen of zoiets kunnen doen. Maar dat kan iedereen dus doen om te kijken van, zit mijn organisatie, is mijn, is die, ja, maakt die gebruik van groene hosting. Duurzaam verplaatsen, dikwijls een groot probleem voor veel clubs, want iedereen gaat wel sporten en actief zijn, maar er wordt ook dikwijls een auto nog genomen. Nu, ik geef eerlijk toe, wij ook. Wij spelen om 10 uur 's avonds en in de wintermaanden is het dan aanlokkelijk om de auto in te stappen. Maar we proberen dat wel zoveel mogelijk al carpoolen te doen. En wanneer de temperaturen beter zijn, om met de fiets te gaan. Onze intentie was ook om ons kilometers die we toch met de wagens aflegden, van die te compenseren. We gingen daar de Tricological tool van gebruiken. Ook daar zit de weblink bij de afbeelding. Daar kun je gewoon ingeven van oké, op jaarbasis leggen wij zoveel kilometers af met de wagen en kunnen die financieel compenseren. Worden er bomen mee aangeplant op locaties gekozen door BosPlus en op locaties waar het zinvol is. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat we dat tot op heden nog niet hebben gedaan. Voor ons opwarmingstruien hebben wij gekozen voor truien uit biocatoen met Fairtrade label. Eigenlijk voor alle t-shirten van die dat bestaan uit katoen is het gamma daar groot in. Alle promokledij, alle hoodies en dergelijke maken een keuze en niet altijd met een meerprijs. En zeker niet minder kwaliteitsvol. Maar ook daar geven we weer aan dat fair trade, eerlijke handel voor ons belangrijk is. Het laatste wat dat hierbij opgelegd is, was voor ons de meest moeilijke. Daar hebben we een lange zoektocht voor gehouden. Dat was de keuze van onze voetbaloutfit. Het staat uit synthetisch materiaal. Heel we eigenlijk geen outfits in Fairtrade label beschikbaar. Zelfs niet met, eigenlijk met geen één duurzaamheidslabel. Dus zijn we gaan kijken naar het minst slechte merk. Mag je de volgende slide? Daar ga ik wat verder op in, omdat de keuze van een voetbaloutfit, eigenlijk kunnen we daar als club, als sporter, wel wat in doen bewegen. Er beweegt momenteel nog niet veel in. Iedereen herinnert zich misschien wel de beelden van bijvoorbeeld de kledingfabrieken in Bangladesh en zo, waar dat duidelijk werd toen dat die rampen gebeurden. Dat de slechte arbeidsomstandigheden duidelijk werden. Die mensen die dat daar werken, de t-shirts die dat wij hier, of de voetbalshirts die dat wij hier kopen aan 50, 60 euro, dat er uiteindelijk maar een heel klein percentage van het t-shirt naar dat loon van die arbeider gaat. En dat wel heel erg is, want dat een kleine meerprijs voor hen een grote meerwaarde zou betekenen. Wat een feit is dat alle t-shirts in verschillende Aziatische landen gemaakt worden en dat er weinig controle is op de mensenrechten en de rechten, de arbeidsomstandigheden van de kledingarbeiders. Maar wij hebben in onze zoektocht specifiek naar alle grote merken een brief geschreven. We hebben daarvoor hulp ook gekregen van de Clean Kleren campagne. Zij zitten heel sterk in op sensibilisatie rond de arbeidsomstandigheden van de kledingarbeiders. We hebben dan gevraagd van oké, kunnen jullie ons een aanbod van voetbalshirts die daar wel ethisch verantwoord geproduceerd zijn aanbieden. We hebben daarvan een aantal reacties gehad, maar eigenlijk was dat vooral eerder een marketingantwoord dan een degelijk antwoord waarop dat werd aangegeven wij voldoen eraan. Maar als alle clubs aangeven van we vinden dat belangrijk, zal ook op dat vlak sneller iets bewegen. Dus vandaar de oproep van als je zelf op zoek gaat naar voetbaloutfits, probeer daar uw handelaar of zo op aan te spreken. Maar als club is het niet altijd makkelijk. Ze geven een antwoord terug en we beschikken over dat label.
van te weten van oké, is dat nu een label waar dat waarde aan mag gehecht worden of niet. Maar dan is de website labelinfo.be wel een heel handige. Daar wordt van de verschillende labels weergegeven van oké, het wordt gecontroleerd door een onafhankelijk orgaan of het is gewoon een label door de sector zelf in leven geroepen en welke criteria dat er achter een label zitten. Dus vandaar de suggestie, kijk dat dan daar ook even op na. We hebben uiteindelijk gekozen op basis van de website Rank a Brand voor t-shirts van Craft. Dus eigenlijk de minst slechte keuze op dat moment. Tot daar de werking van onze zaalvoetbalclub. Maar wij organiseren dus zoals gezegd ook duurzame sportkampen. Een 4-5 weken per jaar. Voor 100, 200 kindjes per week. Dus dat is, daar bereiken we een grotere doelgroep. En daar zijn de mogelijkheden natuurlijk veel groter bij dat type van evenementen om duurzaamheidsmaatregelen te integreren. En er zijn een aantal vanzelfsprekenden in, zoals aanmoedigen van duurzaam verplaatsingsgedrag, want anders is het 's morgens een file van kilometers, niet van kilometers, maar toch in ieder geval dan is het een aanschuiffile voor de kinderen af te zetten. Dus wij proberen door kleine maatregelen, bijvoorbeeld door de fietsers, dichter bij de aanmeldposten te laten parkeren, door ze positief aan te moedigen, door in de mailing te vragen van kom met de fiets, kom te voet, kom samen. Nu, met corona ging dat nu niet, samenrijden. Maar door daar aandacht voor te hebben, in zoveel mogelijk proberen we het aantal autogebruikers te beperken. Natuurlijk vanzelfsprekend geen gebruik van petflesjes en aluminiumfolie. Dus gebruik van drinkenbus en broodjes. Gebruiken kinderen het wel, spreken we ze er effectief op aan. En sowieso moet alle afval dat wordt meegebracht ook terug mee naar huis worden genomen. We voorzien elke dag gezonde versnaperingen. We gaan daarvoor naar de bioveiling in Sint-Katelijnen-Waver. Dus we kopen ineens in grootverpakking aan. En ja, gezond voor de sporters en ja, zonder afval. En dat wordt ook wel geapprecieerd door de ouders en kinderen. We gebruiken zoals gezegd fair trade voetballen. Nu daar de nummers 4 en 5 heel makkelijk, relatief makkelijk te verkrijgen met fair trade label. Maar de nummers 3 voor onze kleinste voetballers, dat is dan altijd weer een hele zoektocht en in België eigenlijk nog niet te verkrijgen. Fair trade volleyballen voor de omnisporters en voor onze kleutertjes kiezen we voor natuurrubbere speelballen. Onze begeleiders dragen t-shirts uit biocatoen, Fairtrade biocatoen. We gebruiken ook composttoiletten tijdens de kampweek. Dat zijn toiletten waarbij houtsnippers worden gebruikt in plek van water. En ja, wij zetten die buiten. Dat is tijdens corona ook heel handig gebleken dat we in bubbels moeten werken en dat we apart sanitair per bubbel moesten voorzien. Dus dan zijn wij aan het composttoiletten maken geslagen en hebben wij per bubbel een aantal composttoiletten voorzien, zodat ja, heel eenvoudig, heel makkelijk voor te gebruiken en de kindjes vinden dat eigenlijk ook best wel leuk. We voorzien gadgets, ja, dat is eigenlijk een hele jammer dat dat nog op heel veel events wordt gegeven, want na een week verdwijnt dat dikwijls of zelfs sneller in de vuilbak. We proberen zo duurzaam mogelijk onze attentie te voorzien. De deelnemers hebben ook de keuze uit de verschillende mogelijkheden. Want er zijn verschillende kinderen die daar herhaaldelijke keren meedoen. Dus om te vermijden dat ze 5 t-shirts in hun kast hebben liggen, is er altijd de keuze tussen een dopper drinkfles van met specifiek ons logo op, een fair trade t-shirt, een fair trade voetbal of een natuurlijke speelbal. Dus ja, dan kunnen ze al een aantal keer komen voordat ze terug aan hetzelfde moeten nemen. We voorzien ook geen metalen medailles, maar houtmedailles die we zelf maken met een brandstempel. En ook onze bekers maken we zelf uit gerecycleerd materiaal. Dus opnieuw, niet duurder, maar wel een beetje meer werk. Nu, als je dat voor wij doen dat zelf, maar als je voor grote organisaties waarbij dat niet haalbaar is, kan dat altijd door met een sociaal-economiepartner gebeuren. Dus daar zijn zeker oplossingen voor om dat op een ja, economisch verantwoorde manier te doen bij alle typen van organisaties. In onze spelactiviteit, wij doen altijd sport, voetbal of omnisport gecombineerd met spel. Voorzien we ook verschillende bosactiviteiten om zo het respect voor natuur en fauna en flora mee te geven. En in de spelvormen wordt natuurbeleving en natuureducatie ook op een speelse manier zoveel mogelijk geïntegreerd.
Tot slot doen we mee aan de campagne Mooimakers van Oven, waarbij dat we dan de kindjes, dat is geen actief verplichte activiteit, maar de kindjes die dat willen, die kunnen tijdens de middag mee gaan afvalruimen. Nu, sportclubs kunnen daar ook op intekenen, die dat hun eigen sportterrein willen opruimen. Ik denk dat zelfs OVAM financiële vergoedingen voorziet als je als club een opruimactie met vrijwilligers organiseert. Sowieso krijg je de materialen, de vuilzakken, de grijpertjes, kunnen bij OVAM aanvragen. Dus ook dat, kinderen die zijn er nog warm voor te maken voor die dingen te doen. Nu, omdat beelden meer zeggen dan woorden, een beknopt overzicht van wat ik zojuist heb gezegd. Om u een beeld te geven wat een composttoilet betekent, links onderaan. De houten medailles ernaast, onze fair trade en natuurrubberen ballen. De versnaperingen erboven die dat wij dan in groot verpakking bekomen. We bieden ook bio-appelsap en bio-appelsiensap en kraantjeswater aan. Bovenaan onze biocatoen t-shirten voor de kindjes. En de bekers gemaakt uit palettenhout met natuurlijk takken erop. En rechts zie je nog de twee van onze spelvormen van de ladder van Lansing, waarbij het afvalcircuit wordt verduidelijkt in spelvorm. En Cluedo, dat we ook omgevormd hebben, waar dan niet de moordenaar moet gezocht worden, maar waar het klimaatprobleem moet opgelost worden. Dus zo proberen we op een laagdrempelige, plezante manier aandacht voor ecologie mee te geven. Dat was het. Het is altijd een heel plezant gebeuren, zowel onze sportkampen als onze zaalvoetbalactiviteiten. Dus ik ben zeker bereid om verdere info te geven als er nog verdere info gewenst is. Dank u wel, Cathy. Ik denk dat jullie enorme pioniers zijn. Zowel voor de federatie als voor andere clubs denk ik dat wij nog enorm veel kunnen leren van jullie werkzaamheden. Dus wij gaan al die info die je hier gegeven hebt vast en zeker meenemen. Ook bekijken hoe dat we jullie nog kunnen betrekken. In de vormgeving van die gids dat we met Voetbal Vlaanderen willen gaan uitwerken. Dus hartelijk dank, niet alleen voor de presentatie, maar ook voor het werk dat jullie al doen. Wij waarderen dat enorm hard. En ik denk dat we allemaal, als we nog maar een fractie doen van wat jullie insteken zijn, toch al grote stappen vooruit kunnen zetten. Dus dank u daarvoor. Ik ga nog eventjes stilstaan bij de voor- en nadelen van Europese projecten. En dan is er ruimte voor vragen. Als ze nu al zijn, zet ze zeker al in de chat. Dan kunnen we ze straks, meteen correct behandelen. Eén slide, denk ik, dat ik heb over de voor- en nadelen van Europese projecten. Ik ga het zo eenvoudig mogelijk proberen houden en beginnen met de positieve dingen. Het is heel leuk om een Europees netwerk op te bouwen. Het is niet alleen heel leuk, maar het is ook echt heel waardevol. Je leert veel bij van die internationale projectmeetings. Je ziet ook verschillen in cultuur, verschillen in hoe dat er met bepaalde problemen wordt omgegaan. In ons geval bijvoorbeeld heel veel bijgeleerd van vrijwilligers. Dat is toch in landen zoals Estland en Malta toch helemaal anders dan hoe dat er in Vlaanderen met vrijwilligers wordt omgegaan. Je leert expertise uitbouwen op onontgonnen terreinen. Natuurlijk was Voetbal Vlaanderen al mee bezig dat duurzaamheid zeer belangrijk was. Maar als je ze echt je toelegt op een project, leer je toch heel veel dingen bij. En word je ook ergens gedwongen en bij de handen genomen om er echt wel mee bezig te zijn. Daarnaast is het ook, je bouwt deze kennis op, ook mee door subsidies van de Europese Commissie via het Erasmus+ project. Dus dat is ook belangrijk voor een sportfederatie. Dat wil ik zeker meegeven als de positieve punten. Daarnaast zijn er een aantal negatieve punten, minder positieve punten, dat is eigenlijk een beter woord om het te beschrijven. Door de coördinatie met verschillende landen, die culturele verschillen die er zijn, die voel je soms ook wanneer je meetings hebt, wanneer er bepaalde zaken moeten opgeleverd worden. Dus dat is wel wat zoeken, zo'n samenwerking. Dat is helemaal anders dan als een samenwerking dat je doet met partners alleen in Vlaanderen of in België.
Daarnaast, je hebt, dat is eigen aan een partnerschap natuurlijk, je kunt het een beetje vergelijken met een voetbalploeg. Je bent afhankelijk van elkaar. Als één partner een beetje minder vooruit gaat, ja, dan zorgt dat voor vertraging voor de rest van het project. Dus je moet echt als een team spelen, heel belangrijk. Op die verschillende manieren van werken, daar ben ik al, heb ik al bij stilgestaan. En is er het luikje ook administratie en rapportering, wat toch ook nog altijd wel een minder evident punt is. Hè. Dus de Europese Unie heeft er al veel werk in gestoken om dat tot het minimum te beperken. Maar als ja, puntje bij paaltje komt, is er toch wel nog heel wat opvolging qua administratie en rapportering. Dat is voor mij die positieve punten en die minder positieve punten toch wel ja, een correct beeld vormen van die voor- en nadelen van Europese projecten. Maar ik denk toch, en als we de balans opmaken naar dit project, denk ik toch dat we enorm veel hebben bijgeleerd. En ik zou het ja, elke sportfederatie aanraden om zeker die stap te durven zetten. Maar weet wel zeer goed dat het niet zomaar iets is wat je tussendoor doet. Er komt echt wel wat werk bij kijken, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Dat is een beetje mijn conclusie over dit luikje. Voor meer informatie, enerzijds, dit webinar, dit event is opgenomen, dus dat zal ook online geplaatst worden. Anderzijds, het document dat getoond is, waar dat er linken zijn naar het Excel-document, naar het methodologie-document, die komen allemaal op onze website en ook op de website van het project in het algemeen. Daarnaast, ja, als er vragen zijn over het project, kan u natuurlijk altijd bij mij terecht, via e-mail of telefoon. Of ja, ook, er is er net al een inleiding door Benny aangehaald, EU Sportlink, die toch voor ja, de Vlaamse sportsector het eerste lijns aanspreekpunt zijn voor Erasmus Plus programma's, die kan je zeker ook bevragen voor informatie. Daar is mij nu alleen nog maar mijn presentatie af te sluiten en te kijken of er nog vragen zijn van jullie kant. Dus ja, steek gerust het handje op als er vragen zijn. En dan kunnen wij u het woord geven, met veel plezier. Ik zie voorlopig geen handjes. Dat wil zeggen dat we het ofwel heel goed hebben uitgelegd, of dat we het ofwel helemaal niet goed hebben uitgelegd. We zullen van het eerste uitgaan. Misschien nog, wat ik nog wil meegeven, is die Excel waarover gesproken is. Dat toch, als ik jullie iets mag meegeven voor een concrete to-do achteraf, als je daar eens naar zou willen kijken, dat is toch denk ik wel een heel behulpzaam document, ook voor clubs die gewoon elke zaterdag en zondag hun jeugd- en of seniorenwedstrijden hebben, om daar toch iets te gaan berekenen, om daar een impact van in te schatten van wat dat, die wedstrijden en evenementen zijn. En dan kan je gaan zoeken naar verbeterpunten, zoals er heel veel zijn aangehaald door Cathy, maar ook waar dat wij als Voetbal Vlaanderen ook verder aan zullen werken om dat tot bij onze clubs te brengen. Ik zie een vraag binnenkomen. Is jullie manual ter beschikking? Ik neem aan dat u de Excel bedoelt. Ja, het was het handboek wat heel aan het begin van de presentatie werd voorgesteld. Ja, dus alles wordt eigenlijk as we speak op onze website gezet. We brengen ook nog een globaal afsluitende communicatie die via de website en Facebook tot bij al onze clubs zal geraken. Maar alle informatie wordt vrijgedeeld op de Playgreen pagina van Voetbal Vlaanderen. Dus okay. Zowel de Excel, het document, dit filmpje, een afsluitend promofilmpje en dergelijke meer, dat wordt allemaal ter beschikking gesteld. Oké, dankjewel. Dus Tine, ja inderdaad, die Excel, dat is inderdaad heel interessant om verder uit te rollen. Dus die gaan we zeker nog verder promoten. Ik kijk nog eens of dat er nog vragen zijn, open opmerkingen. Zo niet, zijn we 3 minuutjes over tijd gegaan, wat dat toch best oké is. Dan wil ik jullie allemaal nog heel hard bedanken voor jullie aanwezigheid. En ja, graag tot de volgende keer, maar dan in levende lijven. Dus houd gezond en hopelijk tot zo snel mogelijk ergens op een voetbalveld of in een futsalzaal. En dan kunnen we samen terug de draad oppikken
Bedankt allemaal, tot de volgende keer.